Premier, hoe voelt u zich eigenlijk op dit moment? Oh, heel sereen. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb, denk ik, ook binnen mijn partij goede afspraken gemaakt. En wat mijn prioriteit is de komende weken, is niet zozeer campagne voeren. Ik ga niet veel campagne voeren. Ik ga vooral proberen te zorgen dat op vlak van de openbare financiën, het Europees voorzitterschap, dat we daar de zaak goed in handen hebben. U heeft intussen natuurlijk net zoals ons de kranten gelezen. Daarin... Ik heb de kranten niet gelezen. Nee, maar u weet wel wat ik ga zeggen, denk ik. Er wordt zo'n beetje geschetst hoe de afgelopen jaren zijn gepasseerd, dat u 5 keer naar de koning bent geweest. Nu, u zet een stap opzij, als we dat zo mogen formuleren. U gaat de lijst trekken in West-Vlaanderen en er wordt dan gezegd, hij heeft het zelf ingezien omdat hij heel goed wist dat hij zo niet naar de kiezer kon. Dat zijn partij zo niet naar de kiezer kon. Ja, dat is de afweging geweest. Ik neem mijn deel van de verantwoordelijkheid en de schuld van de zaak die misgelopen is, de hervorming van het land. Chris Peters, Jean-Luc Dehaene, Herman Van Rompuy, ikzelf hebben alles gedaan om zover te komen. Dat is niet gelukt. Ik ben van die mensen de enige die naar de kiezer gaat. Dus ik neem mijn verantwoordelijkheid op. Ik neem die verantwoordelijkheid op mij. En ik ga mij voorstellen aan de kiezer bij de volgende verkiezingen. Ik blijf erbij dat dit land hervormingen nodig heeft. Ons land is eigenlijk gebaseerd onder meer op het principe dat de meerderheid, de Nederlandstalige, hun wil niet opdringen aan de minderheid, maar dat die minderheid dan wel bereid moet zijn om te hervormen, om akkoorden te sluiten. En zoals Jean-Luc Dehaene beschreven heeft, denk ik dat dat de afgelopen maanden en een paar jaren niet meer is gebeurd. Dat er geen bereidheid meer is geweest om tot akkoorden te komen. We hebben alles geprobeerd en we moeten vaststellen dat we, ik denk dat we goed op weg waren hoor, maar dat het geduld ook aan Vlaamse kant op is en dat uiteindelijk alleen nog CD&V bereid was om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Dat is natuurlijk te weinig in aantal. Wat vindt u als er wordt gezegd hij kon het niet als premier? Maar ik heb natuurlijk mijn fouten en ik heb mijn nadelen, maar ik ben recht van overtuigd in het beheer van de bankcrisis, in het afsluiten van een interprofessioneel akkoord, het bewaren van de concurrentiekracht van onze economie, het opstellen van begrotingen, zorgen dat ons land beter dan de andere landen weerstaat aan de economische crisis, dat ik daar bewezen heb om te besturen. Trouwens, ik heb dat in Vlaanderen ook bewezen. Ik heb mijn deel van de schuld, maar ik denk het systeem zelf, de wijze waarop België wordt beheerd en bestuurd, aan dat systeem is iets fundamenteel fout. En de spijt die ik heb, gaat uiteraard voor de dingen ook die ik verkeerd gedaan heb. Maar vooral de spijt die ik heb is dat wij er niet zijn in geslaagd, ondanks het mandaat dat ik gekregen had en mijn partij ook, dat we er niet in zijn geslaagd om die hervormingen door te voeren. En op zijn beurt heeft dat te zien met dat basisprincipe waarover ik dat straks had. En ook, laat ons eerlijk zijn, met een aantal grendels die in het verleden zijn ingebouwd in onze grondwet, in het Kamerreglement, in de bijzondere wetten. Wat is volgens u, als u terugkijkt op de afgelopen jaren, de grootste fout die u gemaakt heeft? Als u zegt, dat had ik eigenlijk het beter toch niet gedaan. Maar er zijn allerlei dingen waarvan je zegt van ja, misschien was dit geen goed idee om er nu direct één uit te pikken. Sinds juni 2007, sinds het zeer ruime mandaat dat ik van de kiezer heb gekregen, heb ik ook duidelijk aangevoeld dat een aantal dingen niet mochten lukken. Oh, dat is normaal in de politiek, maar het klopt. Dat was te populair toen. Ik denk dat het in elk geval niet geholpen heeft. En als je dan een coalitie vormt met een partij die juist verloren heeft, de partij van de uitredende eerste minister, dan leidt dat tot spanningen. Maar ik wil daar geen uitvlucht in zoeken. Ik heb ook zelf fouten gemaakt, dat is evident. Ja, het zinnetje 5 minuten politieke moed, dat achtervolgt u nu al jaren. U zou het nooit meer uitspreken, zoiets? Ik denk nogthans dat het dat is wat ons land nodig heeft. Ik denk op een bepaald moment aan een vergadertafel, in een onderhandeling, op een punt komen waar iedereen de moed heeft om een akkoord te sluiten. En ik denk mede op basis van de bouwstenen van Jean-Luc Dehaene dat we eigenlijk op weg waren. Maar het kan niet in 5 minuten, en daar hebben ze u op gepakt, hè? U stelde het zo simpel voor, de mensen geloofden het. En het kan natuurlijk niet in 5 minuten. Nee, maar het is wel die cruciale moment waarop een akkoord binnen handbereik ligt. Dat men die 5 minuten politieke moed moet hebben om zo'n akkoord te sluiten. En ik hoop dat na verkiezingen, wellicht na nieuwe onderhandelingen, dat op een bepaald moment een aantal mensen met verantwoordelijkheidszin de moed zullen hebben om te zeggen, kijk, wij stellen ons kwetsbaar op. Dit is niet het ideale, maar het is een verdedigbaar compromis. Wij sluiten hier een akkoord en we gaan dat verdedigen ten aanzien van onze fracties en ten aanzien van de bevolking. Dus achteraf geen spijt van dat zinnetje. Maar mevrouw, ik weet niet hoe uw persoonlijk leven in elkaar steekt, professioneel ook. Ik denk iedere dag heb je s'avonds soms een spijt van iets wat anders gelopen is. Dingen worden ook soms uitvergroot. En ik zeg soms dingen ook die verkeerd worden begrepen. Ik ben maar een mens. Maar ik denk de basisvaststelling dat dit land hervormingen nodig heeft, dat is 1-2, dat dit alleen kan via een staatshervorming die genegocieerd wordt, die onderhandeld wordt. Ik denk dat die waarheid die ik naar voren heb geschoven, dat die vandaag pal overeind blijft. Kijk naar wat hier gebeurt vandaag. Er zit een blokkering in ons systeem. En wij moeten dus een stap kunnen zetten naar een nieuw land, dat ook België zal zijn, maar waarin de gemeenschap
waterschappen en gewesten meer bevoegdheden hebben. En waarin er opnieuw ruimte bestaat, ontstaat om echt beleid te voeren. Ik had soms de afgelopen maanden, wanneer ik s'avonds nadacht over wat heb ik nu overdag gedaan. Als iemand die 's morgens tot 's avonds werkt, zich engageert, zoals andere collega's, had ik soms het gevoel dat wat ik gedaan had, dat niet meer ging over datgene wat de mensen van ons verwachten. Namelijk problemen oplossen in zaken dossiers die de mensen aanbelangen. Er werd gezegd dat het akkoord eigenlijk over de BHV heel dichtbij was. Hoe boos bent u dan op, ik weet niet of het waar is, hè? Hoe boos bent u dan op Open VLD dat zij de stekker eruit hebben gehaald? Maar één, er was wel nog wat werk. Hè? Ten bewijze daarvan, we hadden zelf gezegd van ja, we hebben eigenlijk, meneer De Croo, we hebben eigenlijk een week nodig. Maar goed, Alexander De Croo. Hoe boos bent u dan op hem? Hoe zegt u? Hoe boos bent u dan op hem? Nou, dat helpt niks. Ik denk, in de politiek moeten we vooral een goed debat hebben over de verschillen op vlak van programma. En uiteraard is er een moment dat je teleurgesteld bent dat iemand anders een andere houding aanneemt dan degene die tot een akkoord zou leiden. Het is jammer dat aan de Vlaamse kant wij uiteindelijk nog de enige partij waren die een oplossing wilde, die voor de splitsing wilde gaan. Maar goed, dat is het verleden. Hoe ziet u uw toekomst na de verkiezingen? Ik bedoel, professionele, ja, politieke toekomst. Ja. Hè? Nog kandidaat-minister, toch? Wel, ik wil beleidsverantwoordelijkheid opnemen. Mijn partij heeft dat ook gevraagd. Maar ik ga nu eerst naar de kiezer gaan. Ik ga niet veel campagne voeren. Ik zal op een kandidatenlijst bovenaan staan. De mensen zullen kunnen stemmen op mij of niet stemmen op mij. En ik ga ondertussen de komende 2 maanden proberen te zorgen dat ons land doorheen deze moeilijke periode, in het belang van de mensen op sociaal-economisch vlak, onder meer Europees voorzitterschap, dat ons land daar goed doorkomt. Als er een eerste minister uit uw partij komt, is dat dan sowieso Marianne Thijssen? Marianne Thijssen is de numero uno en zij zal daarover beslissen. Zij zal erover beslissen, dus het kan nog alle kanten uit. Maar die vraag moet u aan Marianne Thijssen stellen. Ik ben een ploegspeler. Ik zal mijn job doen in West-Vlaanderen. Dat is een heel belangrijke provincie. Ik wil daar goede dingen voor doen. Het debat voeren ook met de collega's. En dan zullen we zien de avond van de verkiezing wat het resultaat is. Wij zijn een democratie en ik leg mij neer bij het oordeel van de mensen. Ook over wat ik ben en wat ik gedaan heb. Nog heel even kort. Bent u bang voor die verkiezing? U zegt, ik leg mij neer bij het oordeel van de mensen. Bent u er bang voor? Nee. Oké, dat is een heel duidelijk antwoord. Bedankt, premier Leterme.